Ja, het is zo pijnlijk, hè? Ja, je schaamt je bijna ervoor dat je Nederlander bent. Ja, je zou eigenlijk gewoon zo je paspoortje willen inleveren. Want wat is dit nou voor een vertoning? Wij zijn dus, Nederland, zijn het laatste land wat gaat vaccineren. Dat is het dan. Nou, en terwijl ze dus al maanden geleden of een half jaar geleden wisten ze dus al dat het vaccin eraan kwam. Dus toen had je dat al lang kunnen voorbereiden en helemaal in kaart kunnen brengen hoe je dat zou moeten aanpakken. En in al die andere landen, zoals Duitsland, daar zijn ze al lang aan het prikken. In Engeland zijn ze ook al lang aan het prikken. In Amerika doen ze het zelfs met drive-thru, prik, 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 even je arm uit het raam van de auto. Dat is hem. Nederland, niks. 8 januari wordt er officieel opgegeven. Nee, dan begint het nog niet eens. 11 januari, dan beginnen wij pas. En de hele wereld is al ongeveer aan het prikken. Je wordt er toch helemaal crazy van? Dit enorme opeengestapel van gestuntel en gestumper. En dan lees je gewoon dat Nederland het niet aan kan dat ze per 1000 zijn verpakt, de vaccins. Hey, er moeten miljoenen mensen worden geïnjecteerd. En die moeten dat ding krijgen. Nee, die gaan we één voor één verpakken. Nederland, hier. Ik bedoel, dat is toch wel... Ach, het is zo verschrikkelijk om je voor te schamen gewoon. Dat wij als, nogmaals, als laatste die prik gaan krijgen daar in Nederland. Ach. En degene die dit allemaal veroorzaakt, dat is die jongen. Die foute schoenen. Want foute schoenen, die vindt het wel oh zo leuk om daar bijvoorbeeld bij zo'n Jair, daar op RTL 4, om daar gezellig White Christmas te gaan zingen. Ja, dat doet die jongen wel. Nee, we gaan wel popie doen. We gaan wel leuk zingen. Ja, dat gaan we doen. En we doen ook nog even mee bij All You Need Is Love. Staan we weer populair te doen. Maar je hebt niet je zaakjes voor elkaar. Die jongen, dat is het. Dat kan je pas doen. Je kan pas een heel klein beetje sidesteps maken als je alles voor 1000% voor elkaar hebt. En dat heb jij niet. Totaal niet. Dus wat jij gaat doen, jij gaat het gewoon allemaal helemaal goed organiseren nu. En zorgen dat er overal plekken zijn in Nederland. Sporthallen, buurthuizen, zoek het uit. En daar zet je grote vriesruimtes neer. En daar zet je al die vaccins in. En dan laat je al die mensen naartoe komen. En die krijgen allemaal prik, 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 prik. En dan heb jij in no time duizenden en duizenden en duizenden mensen heb je gevaccineerd. Dat is wat jij gaat doen. Die jongen, en ophouden met zingen!